Hey mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben erachter gekomen dat ik hier een plukje heb, want ik heb de hele dag geslapen vandaag. Ah, nee, ik heb een hele luie dag gehad en het is nu ook hartstikke laat. Dus eigenlijk had ik het moeten doen voordat ik ging slapen, want dan was ik minder moe geweest en had ik veel meer wijsheid om te delen. Over wijsheid gesproken. Ik heb hier een woordenboek liggen, want daar wou ik het over hebben, over woordenboeken. Dat is pure wijsheid. Wisten jullie trouwens dat er in woordenboeken woorden staan? Geen boeken. Tenzij je bij het woord bij het B kijkt. Zou het woord woordenboek in het woordenboek staan, bijvoorbeeld? Wijsheid. Dat is gewoon iets wat ik me nu afvraag. En ik ga het nu direct opzoeken. Want dat zijn toch. Ik heb hier een plukje zitten. Had ik dat al gezegd? Weet ik niet. Dat is best wel raar als ik dat vergeten ben. Want dat heb ik dan binnen nu en 48 seconden gezegd. Ben ik dan alweer vergeten. Even kijken. ABCDEFG, HIJKLMNP, QRSTUV, W. Dit is toch wel iets om af te vragen. Want het is toch dom als je niet weet wat zeg maar een woordenboek is. Terwijl je dat, als je dat opzoekt in een woordenboek, zeg maar. Dat is toch raar als je dat gaat doen. Dit is echt dom, want dit had ik eigenlijk op moeten zoeken voordat ik. Nou had ik kunnen zeggen, wisten jullie dat het woord woordenboek gewoon in het woordenboek staat? Voor als je niet weet wat het is. Voor als je vraagt je af, je bent in een boek aan het kijken, je vraagt je af. Ja, oké, woordenboek. Een boek waarin de woorden van een taal in een bepaalde orde, bijvoorbeeld alfabetisch, zijn gerangschikt met daarbij de verklaring of vertaling ervan. Lachen, dus als je een woordenboek aan het lezen bent, je vraagt je af, waar ben ik eigenlijk aan het lezen? Wat is dit eigenlijk? Het staat er wel voorop, want het is een woordenboek, maar ik heb geen flauw idee. Wat zou een woordenboek betekenen? Laat ik het opzoeken in het woordenboek. Nou, dat is toch iets om te doen, zeg maar, als je op een dag, als je een keer verveelt. Dat heb ik dus gedaan. Wow, het is hier veel te donker, ik moet even wat lampjes aan doen, want dit is echt niet te doen, mensen. Zo, kijk eens, wat een licht in de donkere dagen. Ik heb duidelijk de rekening betaald mijn moeder. Die vandaag jarig is. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Hebben we een stukje taart? Hier. Heb ik chocoladetaart. Lekker man. Lekker, dit is echt goeie. Dit is goeie. Ik heb veel chocoladetaart, maar dit is echt goeie. Oké. Misschien hoor je de vaatwasser ook. Zij is zoveel taart gegeten. Dat de hele vaatwasser in één keer vol was. Mijn plukje. Is toch raar. Zou dat dan komen van het slapen? Denk het wel, hè? Maar zou het anders ook komen? Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Oké, het is het woordenboek. Woordenboeken hebben we tegenwoordig helemaal niet meer nodig. Überhaupt boeken. Boeken. Wat heb je nou nog aan boeken tegenwoordig? We hebben toch gewoon mobieltjes. En internet. En je hebt tegenwoordig gewoon allemaal e-readers, apps ook. Heb je gewoon dat je boeken kan lezen op je iPhone. Of. Dat was een sponsormomentje door Apple. Of, weet je, schaduw, iedereen ziet, oké, maar dat, boeken. Wie leest er nou nog boeken tegen? Lees jij boeken? Ik lees geen boeken. Boeken zijn echt voor mensen die slim willen zijn. Dat is absoluut niet iets waar ik mee bezig hou, slim zijn. Dat is echt een hobby van me die nou al jaren geleden mee gestopt ben. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die boeken lezen. Wat lees je bijvoorbeeld op dit moment? Ik moet eerlijk toegeven, ik ben laatst wel weer begonnen met een boek lezen. Jan Wolkers. Dat is echt een held van mij vroeger. Vroeger op tv al was in de tuin of zo met Jan Wolkers. En dan was hij moest altijd aan dingetjes zitten en zo waar je eigenlijk helemaal niet aan mocht zitten. Dat was altijd grappig en dan ging het kapot. Want hij was een beetje lomp, Jan Wolkers. Als je niet weet wie Jan Wolkers is, dan slaat het eigenlijk helemaal. Dan snap je er niks van. Oh, het is al het hartstikke. Oké, laat even een reactie achter. Lees jij boeken? En wat voor boeken lees je dan? Ik ben heel erg benieuwd. Want. Hoeveel mensen lezen er eigenlijk nog boeken? Is dat niet al lang iets van de oude tijd, zeg maar? Is dat niet al lang afgelopen? Oké, laat een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd. Welke boeken lees je? Lees je vaak of niet? Of zit je vooral op internet? Laat een reactie. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, ik schrok een beetje van mond. Oké. Tijd om te stoppen dus en naar bed te gaan. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Altijd.